was ik zo bedroefd en bang. Blijft wakker om te bidden, totdat ik in uw midden wederkom. Blijft hier en waakt met mij, al ga ik nu terzij. Straks met mij lijden en blijft wakker, wachtend op uw Heer. Georgia, Masiach, Sebachar, Bederech, Aisurim, Achar, Hamelech, Baderech, Biklaya, Havatula, Anashim, Fia, Kevim, shofila oto let's livatu. Met mij, nu is de dood nabij. Nooit was ik zo bedroefd en bang. Blijft wakker om te bidden, totdat ik in uw midden wederkom. Blijft hier en waakt met mij, al ga ik nu terzij. Straks kom ik in uw midden weer. Blijft biddend met mij strijden, blijft wakend met mij lijden en blijft wakker, wachtend op uw Heer. Georgia, Masiach, Sebachar, Bederech, Aisur.
niemand weet waarom de vader zijn zoon verliet. Maar als je denkt dat je alleen staat, hij weet wat er door je heen gaat. Hij zal altijd bij je zijn, als geen mens je ziet. Goede Vrijdag. Eigenlijk best wel een vreemde naam als we stilstaan bij het feit wat er op die dag is gebeurd. Jezus stierf voor onze zonde aan een ruw houten kruis, aan een Romeins martelwerktuig. En toch heet die dag goed. Goede Vrijdag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat wat het offer van Jezus heeft voortgebracht. Jezus heeft namelijk goed gemaakt dat wat gebroken was. Goed en heel gemaakt. Jezus heeft de weg naar de Vader hersteld. Want Jezus zegt ook zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar dat moet toch wat geweest zijn. Dat de discipelen en de vrouwen die Jezus al een tijd hadden gevolgd, nu moesten zien hoe een Heer en Heiland aan een kruis werd genageld en diezelfde dag nog stierf. We kennen allemaal de verhalen, de soldaten die dobbelden, de twee misdadigers waarvan één bleef volharden in het bespotten van Jezus en de ander zich richtte tot de Heer. De laatste woorden van Jezus aan het kruis. We kennen ze ongetwijfeld allemaal. En wat ik ook zo bijzonder vind, is de vorm van het kruis. Want hoewel het een martelwerktuig oorspronkelijk was, is het kruis uiteindelijk het symbool geworden van het christendom. En we zien het op heel veel plekken terug. Een tijdje geleden heb ik dit kruisje gekregen. Een ruw houten kruisje met de tekst erop, laat de kinderen tot mij komen. En hoe gruwelijk ook, ik vind er eigenlijk ook iets moois in zitten, dat Jezus met de armen wijd gekruisigd is. Er gaat voor mij iets van uit. Iets in de trant van, jij bent meer dan welkom. Jezus met zijn armen wijd gespreid. En als we ook kijken naar het kruis in de vorm, dan zien we daar een balk die verticaal staat, die wijst voor mij omhoog, naar God. Want dat is uiteindelijk wat Jezus bewerkstelligd heeft met zijn offer. De weg naar God. Maar er is ook een dwarsbalk, een horizontale balk. En die laat voor mij zien, die staat symbool voor wie het is. Net als die gespreide armen. Het is voor ons allemaal. Wij zijn meer dan welkom. Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. Die woorden uit dat bekende Bijbelvers, die staan hier ook achter mij op de muur. En toen ze door degene die we daar opdracht voor hadden gegeven, voor het eerst hier op de muur waren gezet, hier in kerkelijk centrum De Poort, toen waren er twee foutjes ingeslopen. Het woord eeuwig was geschreven zonder een u en het woord verloren zonder een en. De twee woorden eeuwig verloren waren fout. En heel veel mensen die attendeerden mij er ook op. Sjoerd, weet je wel dat er twee fouten in dat woordweb staan op de muur? En we hadden er een gesprek over. Later zijn die woorden goed gemaakt. Ze zijn vervangen. De U en de N zijn er uiteindelijk weer bijgekomen. Maar misschien had ik het wel liever gehad dat die oude verkeerde gespelde woorden waren blijven staan. Want is het niet zo dat dit precies is wat God niet voor ons wil? Dat wij eeuwig verloren gaan. En daarom gaf God Goede Vrijdag, met uiteindelijk op de derde dag
Pasen. Goede Vrijdag. Johannes 3, vers 16.
Paaszondag, eerste paasdag. Jezus is opgestaan uit de dood. Ongelooflijk. Bij zijn leven had hij het er meerdere keren over gehad. Maar het leek wel of dat het niet binnengekomen was bij de discipelen, bij zijn volgelingen. En dan het verhaal. Hoe Maria van Magdala Jezus ontmoet in de tuin. Hem eerst niet herkent. Denkt dat het de hovenier is. En dan als hij haar naam roept, haar naam uitspreekt, dan zegt Maria dat bekende woord, Rabuni. Haar ogen worden geopend en ze ziet dat het Jezus is, die is opgestaan uit de dood. Eerst vroeg ze nog, Heer, vertel me toch waar ze mijn meester hebben neergelegd. Als u het weet, vertel het mij dan toch. Zo vol verdriet, haar ogen gevuld met tranen. Maar dan, als haar naam klinkt, worden haar ogen geopend en ziet ze het. Het is Jezus. Jezus roept ons vandaag de dag ook nog steeds bij onze naam. Hij kende ons al, nog voordat wij bestonden. Maar de vraag is, zijn jouw ogen al opengegaan voor wie Jezus is? Want Hij is de opgestaan Heer. Hij is opgestaan uit de dood. En Hij wil ook opstaan in ons leven. Hij wil ons leven binnenkomen en zeggen, kom, volg mij. Dus de vraag die met Pasen mag klinken in ons leven, is Jezus al opgestaan in uw, in jouw hart? Want daar draait het om. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Die gans door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De zon van God is opgestaan. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Die in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood of helle niet. Want nu juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de zon van God is opgestaan. Thank you.
Hallo allemaal. Ik wou jullie erop attent maken dat Geke van der Sloot hele mooie paasopnames heeft gemaakt. En ik mocht ook meedoen, wat ik heel erg leuk vond. En ik wens jullie ook allemaal een gezegend paasfeest samen met Geke van der Sloot. Kleine ster, daar heel ver, waar vandaan dromen komen, stuur er een aan iedereen. En als ik straks dromen ga, zijn de mensen van goud en hun woorden van zilver. En misschien, kleine ster, komt die droom nog eens uit. Kleine ster, van heel ver, waar het licht van zal komen. Kijk naar jou, steeds heel trouw, op een teken geef het gauw. Voor veel mensen op aard is het leven zo. Straks dromen.